Hey, leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En vandaag gaan we slaggitaar oefenen. Ja, ik speel nu al 7 jaar gitaar en ik wil graag in deze video's al mijn ervaringen die ik ooit opgedaan heb graag met jullie delen. Dus ja, blijf kijken en dan gaan we beginnen. Ik ben op de camping bij mijn vader, dus vandaar dat ik hier buiten zit. Ik praat niet al te hard, maar ik denk ja, misschien een mooie spot voor vandaag, dus dat leek me leuk. Goed, slaggitaar. Ik denk dat we 3 basisakkoorden gaan gebruiken en die ik al eerder heb uitgelegd. Dat is namelijk de G en de D en de C. Op dit moment geen plectrum. Oh ja, ik heb wel een plectrum. Dus die gaan we gebruiken. Als je het G-akkoord, als je de akkoorden nog niet goed kent, ga dan even terug naar mijn video's. Ik zal anders even een link onder deze video zetten, zodat je makkelijk daar naartoe kunt. Dus dan kun je eerst de akkoorden leren en dan kom je weer terug bij deze video om de slag te leren. We gaan een simpele slag doen en die gaat als volgt. 1, 1. Yes, dus dat is de simpele slag die we vandaag gaan doen. Als het kan, gebruik je een metronoom. Ik ben nu even niet in staat om een metronoom erbij te pakken, maar als het kan, doe dat dan vooral. Vooral met het oefenen. En dan ga ik je nu een beetje de techniek uitleggen. Ja, waar je voor moet zorgen, dus als je de slag gaat doen, is dat je op de eerste tel, dus 1. Zorg je dat je de bassnaar, dat je ongeveer daarop mikt. Die moet je raken. En dan bij de tweede tel raak je de onderste snaar, de hoge tonen. Mijn rechterhand, zie je dat hij een klein beetje de vorm heeft van een locomotief. Dus dat moet je krijgen. Yes. Hou je plectrum ook goed stevig vast. Met slaggitaar heeft hij nog wel eens de neiging om eruit te vliegen. Dus hou die goed vast. Okay. En dan gaan we even tellen als volgt doen. Dat is 1, 2, 1, 1, 2. En B. En C. Ik heb het zelf niet met plectrum geleerd, dus ik heb het zelf met mijn nagels geleerd. Dus voor mij is dat op een of andere manier fijner. Maar
Leer het vooral gewoon met plectrum, want dat is voor jezelf het meest makkelijk, ook voor later. Alright. Gebruik dus een metronoom, zoals ik al zei. Laten we nog één keer het samen doen. Iets kortere video, maar ga vooral oefenen en volg me op Instagram. Ik zal even een link ook weer in de beschrijving zetten. Volg me op Facebook, daarvan zet ik ook een link in de beschrijving. Ik ben van plan om een cursus te gaan maken die je online kunt volgen, maar daar horen jullie later nog meer over. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je volgende keer. Thank you.